day. Wij zijn alvast zeker klaar voor, hè? Dus wij zijn goed voorbereid. We hebben de mannen op scherp gezet. Er is veel wind, we kunnen veel lawaai maken. We kunnen veel rook creëren. Dat gaan we zeker doen. Ja, gaan we deze wordt een topmatch, deze gaan plezant te worden. Eentje om in te kaderen. En ik was dan iedere week scherp. Dus het zal een heel tof feestje worden vandaag. We gaan er zeker vast over, want we hebben een dishockey. Dus ja, het is oké. We hebben ons vocaal gezang, gelijk als iedere week. Ik denk dat ze toch iets tekort gaan komen vandaag. En wij gaan gewoon die bal erin roepen. Hè? De sfeer zit erin vandaag tegen Perk. Wauw, zo moet het natuurlijk. Wat staan nu in achter, man? Wat gaan we daar aan doen? We gaan wat uit de rupen, vrees ik, jong. En we gaan dan nog wel halen, hè. We gaan die mannen nog wat vertrouwen geven. En dan spelen we alles kapot, jong. Ze hebben wel veel vuur, maar het blijft wel altijd stil aan de overkant, hè. Het is dat, ze maken niet veel lawaai. En met dat bigge vuur als ze maar bouwen, dan doen we wel beter, hè. Goal, man.
Great goal! Wat een fantastische fucking goal was dat, mannen! Is gedaan. Oké. Okay. Oké. Okay. Telt hij nog, die goal? Of met Mark en de rest. 1-3 had niet mogen of kunnen zijn. Dat had wel kunnen zijn, maar dat is voetbal. En dan is Elewijd, hè, in zijn plaatsen komen en dan zijn ze doorgedrukt en dan zijn ze gemakkelijk eroverheen gegaan. Te gemakkelijk, maar ja, dat is niveau. Hè. Ik ben wel tevreden over de mentaliteit van het elftal. We hebben vooral een eerste een goeie 75 minuten meegespeeld. Ik denk, we hebben een kans op 1-3. En als die binnengaat, dan pakken we niet zeker een punt. Maar al bij al een verdiende overwinning van Elewijd. Die vierde en die vijfde goal, die moeten alles vooruit gooien. En dan is de snelheid van een Gijs en zo, die maken dan het verschil. Ofwel blijft de 3-2 en blijft gesloten spelen. En dan verliezen met 3-2. En nu verliezen met 5-2. Maar nog eens, zijn we gestreden. We worden elke week volwassener en volwassener. We worden elke week sterker en sterker. En de taak van Elewijd is voor te promoveren. En voor ons is van erin te blijven. Wat was jij vandaag efficiënt, man? Ja. Het was een moeilijke match. We komen twee keer achter en dan winnen we nog 5-2. De laatste goal bijvoorbeeld, ze zitten mij alleen voor het doel. Beschrijf uw laatste goal eens. Ja, kan ik de keeper dribbelen en met rechts nog heel scherp binnentrappen. Dat was wel mooi. En dan naar de supporters. Dank u weer al dat ze daar weer al staan, de ultras. We hebben ons helemaal herpakt in de tweede helft en gelukkig. Twee keer op achterstand, niet makkelijk om terug te komen en dan nog 5-2 winnen, ideaal. We spelen sowieso nog voor de tweede plaats, als de eerste plaats gaat zoveel te beter, maar ik denk het niet. Zolang dat we opgaan is het allemaal dik in orde. Ja, deze sfeer wat hier hangt, mooi, in de hele wijk is... Mooi, ja, ambitie, dus, ja. Ook ambitie, hè? Als je ambitie hebt, dan moet je ook sfeer hebben, die is er. Dus ja, ze gaan er wel komen, op termijn gaat die dan wel komen. Ja, Mark Talbert heeft mij een keer uitgenodigd. Hij is hier wat sportief directeur. En hij zegt, Joachim, kom een keer af. En ik had een klein beetje gehoopt. Ik wist dat Theo McPerk keepertrainer is. Ik zeg, ja, dan komen we nog een keer met elkaar samen. En nu staan we hier. Na een leuke voetbalwedstrijd. Ik geniet dat ik hem nog zie. Als ik Mark zie, dat zijn mensen voor het leven. Vrienden voor het leven. Vroeger was het platte water, maar nu is het pintje. Nu is het een pintje, ja. Vroeger waren we heel gedisciplineerd. We gingen nooit niet uit, we dronken niks. Maar nu mogen we wel een pintje drinken. Ja. Slapen om 8 uur en zo, morgens. Voor de match. Ja, dat is het leven. Dat is het leven. Je kunt genieten. Genieten van het leven. Geniet ervan, maar ik vind wel ook, op welk niveau je ook speelt, moet er wel iets voor doen. Of je nu in vierde provinciaal, tweede provinciaal of eerste nationaal. Maar je moet er wel bereid voor zijn om er iets voor te doen. En dat vind ik wel het allerbelangrijkste.